Welkom bij Spakenburg Nu. We brengen onder meer de volgende onderwerpen onder uw aandacht. De nacht zonder dak, de nominatie van Maggie's Mode, presentatie Engel van Spakenburg en het cultureel café. In 2013 start Waterschap Vallei en Eem met het verbeteren van 24 kilometer dijk tussen Putten en Amersfoort. De dijken voldoen niet overal aan de eisen die het Rijk stelt. Op zaterdag 22 september, tijdens de Dag van de Dijk, vertellen medewerkers erover bij de gemalen Malensluis, Zeldert, Hertog Reinoud en bij de Palendijk aan het Randmeer. Door deze locaties te bezoeken maken deelnemers kans op een ballonvaart. Rond de haven van Spakenburg wordt een nieuwe waterkering aangelegd. Door samenwerking met de gemeente Bunschoten, Amersfoort en Natuurmonumenten ontstaan nieuwe fietsverbindingen en natuurgebieden. Op de Dag van de Dijk kan bij gemaal Malensluis de kelder worden bezocht met de pompen die water in Amersfoort naar de Eem afvoeren. Ook stoomgemaal Hertog Reinoud is in werking. De locaties zijn open tussen 11 en 4 uur. Door er twee te bezoeken maakt men kans op een ballonvaart. Informatie www.wve.nl. Deze week is de inschrijving voor de Utrechtse Jeugdzorg Award 2012 geopend. Met deze award worden hulpverleners en pleegouders voor hun inzet bedankt. Er is een geldprijs van 1000 euro te winnen, te besteden aan een goed doel in de jeugdzorg. De Week van de Jeugdzorg is van 19 tot en met 25 november. Dan worden diverse activiteiten georganiseerd om te laten zien wat jeugdzorg eigenlijk inhoudt. Jongeren, ouders, pleegouders en jeugdzorgwerkers kunnen kandidaten voor de award aanmelden tot en met 21 oktober. Dat kan via een formulier dat op www.weekvandejeugdzorgutrecht.nl te vinden is. De winnaar wordt eind november bekendgemaakt. In Bunschoten-Spakenburg is enorm veel talent. Er zijn heel veel verschillende kunstuitingen die dankzij de eerste kunstroute in ons dorp aandacht zullen krijgen. Via de centrale tentoonstelling met werk van iedere deelnemer in het pand en de folder met informatie over locaties en deelnemers krijgt iedereen de kans om van dit bijzondere evenement te genieten. De kunstroute biedt workshops, open ateliers, bijzondere locaties en muzikale optredens, kortom, op vrijdag 28 september tussen 4 en 9 uur en op zaterdag 29 september van 10 tot 5 uur staat kunstzinnig Bunschoten-Spakenburg tot uw beschikking. De kunstroute zal op 28 september om 2 uur officieel geopend worden door wethouder Bert Koops in het pand. Op 29 september zal daar 's avonds een feestelijke afsluiting plaatsvinden voor de deelnemers, de sponsors, de vrijwilligers en de overige betrokkenen. Er zijn maar liefst 26 locaties waar u welkom bent om een kijkje te nemen. Meer dan 40 kunstenaars exposeren er hun werk, sommigen individueel, anderen samen. Over cultuur gesproken, op donderdag 13 september werd er weer een cultureel café gehouden. Thijma was daar aanwezig. Goedenavond allemaal. Van harte welkom op het, geloof ik, 6e cultureel café. We hebben vanavond het thema literatuur. Dat weet u allemaal, want daar bent u op afgekomen. We hebben een paar plaatselijke schrijvers uitgenodigd om iets te vertellen en iets voor te lezen uit hun behoorlijk nieuwe boek. Schrijver Wim Duist. Ja, een mooi boek geschreven. De Engel van Spakenburg. Ja, klopt, ja. Vandaag ligt het in de boekhandel. Waar gaat het over? Dat is een heel verhaal. Het gaat over, er komen twee gezinnen in voor. En dat ene gezin, het speelt zich af in de jaren 60, hier in Spakenburg. Er komen twee gezinnen in voor. Het eerste gezin dat woont in de Kerkstraat. En dat is een zeg maar doorsnee gereformeerd gezin, synodaal, van de jaren 60. En met vrij liberale opvattingen, bijvoorbeeld die vader en zijn familie die sympathiseren met Kuitert. En die moeder in dat verhaal, die moet er eigenlijk niks van hebben, die heeft een hang naar het bevindelijke. En dat veroorzaakt in dat gezin een enorm conflict met desastreuze gevolgen. Desastreuze gevolgen. Ja, we moeten het natuurlijk een beetje spannend houden, want ja. Zoals je al zegt, het ligt vanaf vandaag natuurlijk in de boekhandel. Hoe kom je ertoe om zo'n boek te schrijven?
Nou, ik heb altijd al willen schrijven natuurlijk. En dit onderwerp, kijk, toen ik begon met schrijven, toen was ik ongeveer 18. En dit boek, dat heb ik altijd al willen schrijven. Ik ben begonnen met een verhaal, maar dat liep altijd vast. En het heeft zeg maar eerst jaren moeten rijpen voordat ik ertoe gekomen ben. En nu ligt het resultaat er. Kunnen we nog meer boeken van jou verwachten? Ik denk het wel, ja. Ik ben nu weer bezig met een ander boek, maar dat zal nog wel even duren. Het speelt zich ook in Spakenburg af weer. En ja, wanneer het uitkomt, weet ik niet. Ik ben op het ogenblik heel druk met promotie en zo. En ja, dat neemt veel tijd in beslag, maar daarna ga ik zeker weer heel snel verder. Peter Heuveling, ja, bij de Los weten we al van een aantal talenten van je. Onder andere Techniek Radio enzovoort, de presentatie, sommige dingen. Maar jij bent hier vanavond in een cultureel café en dan blijkt dat je ook nog eens een keer een dichter bent. Ja, een beetje een andere pet heb ik deze avond op. Maar ik vind het altijd prettig om techniek te doen. En eigenlijk nu dus een keer voor de microfoon in plaats van erachter. Ja. Vind ik leuk. Ja. Dichter, wat heb je zoal gemaakt? Het is nog niet zoveel. Het is meer een soort hobby die een beetje uit de hand gelopen is. Maar heel veel korte teksten schrijf ik veel. En eigenlijk heb ik dat een beetje uitgebouwd naar wat langere gedichten. En vanavond zou ik wat langere gedichten doen. Met wat meer inhoud, laat ik het zo zeggen. Heb je ook een specifiek thema? Nou, de liefde is natuurlijk altijd herkenbaar, maar ik probeer het wel heel gevarieerd altijd te houden, omdat de liefde ook wel een beetje voorspelbaar is soms. Dus de liefde, maar ook een aantal over de dood, over gewoon de manier waarop je naar dingen kijkt. En dan probeer ik het wel net even een draai eraan te geven of een soort twist eraan te geven waarmee het echt op jezelf slaat, alsof iedereen het ook echt mee kan maken. Dat vind ik interessant. Ook wel lokale dingen? Ook wel lokaal. Daar zal ik vanavond niet zo heel veel van behandelen. Maar er is ook eind van de maand komt er ook een kunstroute uit. Of een kunstroute, een audioroute voor de kunstroute. En daar zitten ook een aantal gedichten in die over lokale plekken gaan inderdaad. Ja. En zelfs eentje in Spakenburg, in dialect. Dus. Dat bedoel ik. Ja, dat is echt lokaal. Dus dat ook wel, ja. Peter, ben je ook van plan een keer een bundel uit te geven? Daar ben ik al mee bezig. Alleen dat is gewoon heel moeizaam. Omdat er zijn best wel veel uitgevers. Alleen er is op het moment gewoon bijna geen droog brood in te verdienen. En heel veel die zijn best enthousiast en ik krijg een keurige brief of een belletje terug. Alleen om het dan echt uitgebracht te krijgen, dat kost nog wat moeite. Dan moet je een hoop op aandringen. Dus daar ben ik wel mee bezig en daar heb ik ook wel goede hoop op. Maar dat heeft wat aandacht nodig, laat ik het zo zeggen. Dan moet je wel aandringen. Mevrouw Karin Horst, bibliotheek Eemland. Ja, we hebben nieuws in de bibliotheek, hè? Ja, het is eigenlijk nog vrij heet van de naald, want we hebben vorige week een Biep boekenwinkeltje geopend. En dat is heel uniek. In heel Nederland zijn we de eerste bibliotheek die een winkeltje opent. Want we lenen natuurlijk normaal alleen maar uit, maar we verkopen alleen maar de schrijvers uit ons werkgebied, uit de 5 gemeentes. Dus ook van Bunschoten, Spakenburg. Daarom ben ik hier ook, want ik wil graag schrijvers leren kennen hier ook in Bunschoten, Spakenburg. Een uniek winkeltje. En waar bevindt dat winkeltje zich? Vooralsnog doen we het alleen in de Zonnehof, in de centrale bibliotheek. Omdat we net beginnen en dan moeten we even kijken hoe het gaat lopen. Maar als het na een jaar of zo gaan we het evalueren en dan gaan we het ook in de andere gemeentes doen. Dus dan komt hier ook maar een kleiner winkeltje waarschijnlijk. En dan gaan we hier ook verkopen. Wat mensen wel kunnen doen is op de website kijken. Dus mensen kunnen altijd via de website een boek bestellen en dan komt het hier naartoe. En dan kunnen ze het hier ook betalen en en meenemen. Elke nacht brengt mij onontdekte spoken rij aan rij. Onbesproken spoken, twijfels over jou en over mij. Rondom een zwaar bewaard verlangen naar een ooit eenstemmig wij. Het is een koude droom over wat ik dacht, maar nooit luid opzij. Een boze bottenbrei vormt zichtbaar spoken in mijn blanke huid. Waarin de tijd zich strekt en kromt, spuwt de minuten uit. Het rood en groen van rozen, aangevreten door het woekerend kruid. Van hartstochtelijk bloed dat onbehoorlijk uit mijn scheuren spuit. De spoken twijfels stellen zich op, gewapend, man aan man. Wek mij met je lippen lief, jij bent het die mij redden kan. De Vaartkerk wil de jeugd actief bij de kerk betrekken en organiseert regelmatig uitstapjes of activiteiten. Zo organiseerde het Way to Go team de nacht zonder dak.
De jongeren lieten zich sponsoren door familie, vrienden, familie of bedrijven. En de opbrengst gaat naar projecten in Bolivia, Cambodja en Kenia. Zo krijgen straatjongeren daar hoop op een nieuwe toekomst. We gingen op Eemdijk bij de Loswal een kijkje nemen en vroegen Marissa Beukers, wat houdt Nacht zonder dak in? Nacht zonder dak is van de organisatie TEER, die doet dat landelijk organiseren. Die ondersteunen projecten in het buitenland die straatkinderen helpen. En nu gaan kinderen dus in een hutje slapen. Die hebben zich van tevoren laten sponsoren door vrienden, familie, kennissen, noem maar op. En dat geld dat gaat dus allemaal naar de andere kant van de wereld toe. Nou is het, na deze lange warme zomer is het nu koud, winderig en misschien wel regenachtig. Hoe moet dat nou gaan in deze papieren hutjes? Geen idee. Hoe moet het gaan met de kinderen aan de andere kant van de wereld? Ja. Daar gaat het om. Ik bedoel, die hebben er ook mee te maken. En daar worden de mensen nu wel heel bewust van. Tuurlijk hebben wij wel geregeld voor plastic. En hopen dat het een beetje droog blijft. En als het goed is, moet dat wel goed komen. Waar slaap jij vannacht? Thuis. Dat is niet eerlijk, hè? Nee, wij zijn hier aan het helpen. Vanavond hebben we een hele spannende wandeling langs de Eem. Dan komen er hier vanavond stoere mannen die nacht willen maken. En morgen vroeg komen wij weer terug om met de kinderen te sporten en te ontbijten. Maar ik zie wel ontzettend verschil, want net had ik er een die stortte bijna in elkaar. Maar hier staat een plaatje van een hut. En dit wordt ook al, vanwaar dat verschil? We hebben een prijs uitgeloot voor de mooiste hut. En sommigen die namen dat wel heel serieus, die zijn thuis al lekker creatief aan de gang gegaan om het te willen winnen. En om met deze wind natuurlijk een stevige hut neer te zetten. Dus vandaar het verschil. Wie gaat er winnen? Geen idee, ze zijn nog bezig, ik weet het niet. Hé hey meiden, wie zijn dit nou? Dolle Veldhuizen. En Melanie Veldhuizen. En wees nou eens eerlijk, gaan jullie hier echt vannacht in slapen? Ja. De hele nacht? Ja. En hoe denk je dat dat gaat? Nou, ik ben wel benieuwd, want het is ook voor een goed doel en zo. En het lijkt me wel heel leuk om te doen. Ja? Ja. Dus? Vier. Ja. Wat verwacht je ervan? Ja, wordt wel leuk. Dat gezellig wordt. Ja. Jullie, wat gaan jullie ervan maken? Hoe maak je het gezellig? Ja, we lekker praten en gewoon we gaan alles een beetje bang met Donald Duckies dus. Ja? Ja. Maar hoe hebben jullie die hut nou stevig gekregen? We hebben pallets eronder gelegd en we hebben dan van het karton hebben we een hoek eraf gemaakt. En dan doe je die hoek onder de pallets en dan blijft hij rechtop staan. Hij heeft ook een verdieping erbij of een hele vleugel. Ja, dat is want we hebben drie pallets dus. En straks de spannende wandeling, hoe gaat dat worden? Ik heb daar helemaal niks over gehoord. Nee? Nee. Zijn jullie een beetje bang van haar? Nee. Nee. Ik niet. Stoere mannen. Willem van der Geest. Je hebt ook met daklozen te maken en je, ja, als hobby eigenlijk, als hulp aan die mensen. Hoe kijk jij hier tegenaan? Ja, dit is een prachtig initiatief van de Vaartkerk en die meisjes die dat georganiseerd hebben, is natuurlijk fantastisch mooi. Dat is er nooit eerder voorgekomen. Ik ken het al 12 jaar in Amsterdam, maar ja, dit is best voor mij een beetje heftig en heel mooi. En dan heb ik eigenlijk als mooi alternatief vanavond, om 9 uur ga ik met ze wandelen. En dan gaan we een nachtwandeling maken en die duurt, schrik niet, 3 uur. En ja, daar komen we van alles tegen. We gaan met fakkels, we hebben een bijl nodig, we hebben paling nodig, we hebben palingkistjes nodig. Het wordt een spektakel. Verklappers? Ja, daar kan ik heel weinig van zeggen. Het heeft te maken met eigenlijk het 1800, toen nog geen IJsselmeer was, maar Zuiderzee. En toen kon het hier echt spoken. En daar gaat het verhaal over een botter die vergaat en een jochie die spoelt aan. En die leeft eigenlijk in de wildernis. Hier was vroeger heel veel morassen. En daar gaat eigenlijk het verhaal over. Het wordt echt een heel spannend verhaal. En of die kinderen nou 12 jaar zijn of 20, ik doe dit ook voor volwassenen. En het is vaak heel erg mooi. Maar het wordt vanavond echt iets bijzonders, want we hebben bepaalde dingen in het riet verstopt. En het wordt echt een hele mooie tocht. Griezelig ook. Ja, ze zijn vaak op 12 tot van 12 tot 15 niet bang, maar ik denk dat ze vanavond best bang zijn. Ja? Dus, maar dat hoort bij het verhaal. Dat hoort bij het verhaal. En dan komen ze om 12:30 terug. Dan komen we terug en dan hebben we hier nog een heel gezellig samen zijn. En dan moeten ze echt heel moe wezen en dan gaan ze de tent in. We eindigen met een heel mooi kampvuur hier vanavond. Dus ik denk dat ze een hele mooie avond en dat ze heel lang over na kunnen denken nog. Over het project, want het is natuurlijk voor een goed doel voor de kinderen in Mozambique. Ik weet niet precies, maakt mij niet uit, Mozambique is of Angola, maar het is voor een goed doel en daar doen we het voor. Het komt echt voor de daklozen, ja. Om ze te helpen en niet meer in een doos te hoeven slapen. Nee, dat klopt. Ik bedoel, ze hebben het zoveel voor mij gedaan in Amsterdam. Nu is het een keer voor een ander initiatief en dat juich ik van harte toe. Dus.
We wensen je een fantastische wandeling en een mooie avond. Ik zie dit helemaal zitten dus. Oké. De kinderen hebben €1.029,09 aan sponsorgeld opgehaald. De ZWO-commissie van de kerk verdubbelt dat nog eens, waardoor er €2.058,18 aan de organisatie TIER kan worden overgemaakt. En dat is een schitterend resultaat. Voor Maggie's Mode was het zaterdagochtend enorm spannend. Het was al bekend dat ze bij de beste drie winkels behoorde. En zaterdag bezocht de jury de zaak aan de ziel opnieuw om een presentatie van Magdalene bij te wonen. Er werd een echte happening van gemaakt. En natuurlijk was de los ook daarbij. Ik sta hier naast Cor. Cor Severijnsen. Ja. Hey Cor, zeg eens, hoe ben jij bij dit initiatief betrokken geraakt? Ook heel onverwachts, je zegt het al heel goed. Vorige week waren we benaderd en hoorden we dat, dat Maggie dus voor die prijs kon gaan. En toen vroeg ze dus als wij mee wouden doen, want ze hadden al zoveel van die vrouwen bij elkaar getrommeld. En toen kwam dus de vraag, willen jullie ook meedoen? Ja, en waarom zou het Visserskoning niet meedoen? Precies. Waar? Trots op het dorp? Ja, natuurlijk. En dat is het leuke ervan natuurlijk. Hè? In onze eigen klederdracht noemen ze dat en dan hier aan meedoen. Nee, een heel leuk initiatief. Leuk. Hey, en is ook nog geoefend? Of hoe, Nou, het is een Sparkbrugs volk. Ziet wat we doen moeten alleen. Kent iedereen. Nou, dus dat moet kunnen, dan of niet dat. Dan hoeven we geen uur voor in te spannen, denk ik. Leuk. Nee. Nou, we gaan jullie zo meteen bewonderen en hopelijk ga je de jury enorm imponeren. Succes! Ik zal mijn best doen voor worden. Ik hoop dat ze de eerste prijs wint. Hartstikke goed, ja? Dankjewel. Oké, dank je. Maggie, van harte gefeliciteerd. Je hoort al bij de beste drie van Nederland. Ja. Bijzonder, hè? Oh. Hey, en wat gaat er gebeuren? Want je hebt echt alles uit de stal gehaald, hè? Ik stuur ook mijn hele tijdens mijn jurybezoek op Spakenburg. Hè? Ja. Spakenburg, mijn oord, ben ik trots op, laat ik ook voelen. En ik dacht, het lijkt me een indrukwekkend verhaal als de jury hier binnenkomt. Hartelijk welkom, Spakenburg. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, mag je wel zeggen. Nou, zeg, wat een mooi. Er staan hier, ik weet niet hoeveel vrouwen in klederdracht. En dan komen ze een hele moderne winkel binnenlopen. Dat was eigenlijk de sfeer die ik neer wilde zetten. Echt het mooie verschil, wat echt duidelijk het contrast, tussen hè? De traditie en de moderne. Ja. Dat we alles hier hebben. Ja, dat we alles aan boord hebben. Ja. Precies. Ja. Leuk. Hey, en ze gaan, wat gaat er zo gebeuren? De jury komt binnen, is 12-koppige jury. 1000 jaar retail ervaring. Echt CEO's van de Bijenkorf. Het is echt niet misselijk. Wow. Ik moet een presentatie geven, dus als het ware gewoon mijn bedrijf verkopen. Maar ik ben daar juist heel erg trots op dat je in een dorp als dit gewoon kunt ondernemen. En dat het naast elkaar kan bestaan. Dus de bedoeling was dat we zo voelen dat dat onze tradities, onze oude waarden zijn. Ja, dat is gelukkig. En dat we hier een nieuwe waarden. En dat we hier een. Ik ben een echte Spakenburger. Dat moet blijven. Vervolgens word ik financieel ondervraagd, komt er inzicht in mijn cijfers. En dan gaan de vragen gesteld worden. Er zijn een aantal specialisten aanwezig, dus cijfers worden toegelicht. Mijn coachtraject wordt toegelicht. En verder laat ik het ze gewoon voelen. Weet je, ik kan wel heel veel gaan zeggen, maar er zijn klanten in de winkel, er zijn meiden in de winkel. Ja. Dus ik denk dat ze het vooral ook moeten ervaren. Precies, en de passen die straalt van je af, dus dat gaat hoe dan ook goed komen. Ja. Hey, en hoe is er gereageerd op je blad Maggie? Ja, fantastisch. Ja. Dat was echt een feestje. Ja, ik was er heel erg bang voor, omdat ik het ook nog wel een stukje... Dat ik dacht van misschien komt het over als hoogmoed, hè, terwijl ik het echt met doel voor de wedstrijd gemaakt heb. Maar het is echt zo mooi. En het grootste compliment is dat mensen zeggen, je geeft echt een inkijk in jezelf. Het komt zo dicht bij jezelf. Ja. Ze wisten helemaal niet dat je zo was. Dus dat, dat geeft weer dat het goed gelukt is. Wij wensen je heel veel succes. Dankjewel. Namens de los. En wij zeggen gewoon tot bij die hoofdprijs. Ja, super. Dankjewel. En inmiddels sta ik hier naast de moeder van Maggie. Hallo. Hallo. Hoe voelt u zich op zo'n morgen als deze? Ja, top. Echt een beetje van kind. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja. Ja, top hoor.
Echt waar. En in de dracht, bent u dat normaal ook? Nee, niet meer. Vroeger wel, maar nu niet meer. Maar ik heb het nog wel hoor. Ja, precies. Hé, en wat denkt u? Gaat ze eerste worden? Ja, ik hoop het wel heel graag, maar we weten het niet. We wachten wel af. Van wie heeft ze dat ondernemerschap? Nou, ik heb nooit ondernomen, maar het zit er wel in hoor. Ja. Volop. Zelf ook wel altijd een beetje een doener, maar ja, je hebt het of je hebt het niet. Nee, precies. Zo is het. En daar kun je blij mee wezen. En volgens mij bent u ontzettend trots. Ja, natuurlijk. Dat snap je toch wel, hè? Ja, absoluut, absoluut. Ik zou zeggen... Ik heb maar één dochter, dus... Ja, hier helemaal. Dat is helemaal bijzonder. Ja, ik heb ook nog jongens, hoor. Ja, die hebben we de vorige keer gesproken, uw zoon. Ik zou zeggen, geniet er lekker van. Fijn, dankjewel, hoor. Om de dijk langs de zuidelijke randmeren en de Eem te kunnen verbeteren, moet Waterschap Vallei en Eem exact weten waar kabels en leidingen liggen. Vanaf 20 september vinden 2 weken lang daarvoor graafwerkzaamheden plaats. Het Zuidereind in Baren, de Eemdijk en de Kerkemaat in Spakenburg zijn dan op diverse plekken tijdelijk versmalt. Per locatie wordt 1 à 2 dagen gewerkt. Kabels en leidingen die in of nabij de dijk liggen, moeten net als de dijk zelf aan vastgestelde normen voldoen. Het waterschap is hierover in overleg met 16 beheerders, waaronder de gemeente Amersfoort, Vitens van de waterleidingen en Stedin van gas- en elektriciteitsleidingen. Met name langs de Eem, tussen Amersfoort en Spakenburg, liggen veel kabels en leidingen. Waar nodig moeten deze aangepast of verlegd worden, voordat de dijkverbetering kan starten. In de huidige planning start de dijkverbetering na de zomer van 2013 bij de Grebbeliniedijk. In de periode 20 september tot en met 3 oktober wordt op ruim 30 plekken gegraven langs de weg. De exacte planning van de graafwerkzaamheden staat vanaf woensdag 19 september op de projectwebsite dijkverbetering.wve.nl. De inschrijving voor Truckersdag Spakenburg is geopend. Deelnemers kunnen zich inschrijven bij www.truckersdagspakenburg.nl. De Truckersdag, die dit jaar wordt gehouden op 29 september, bestaat door de giften van sponsors, de inzet van bedrijven, chauffeurs en vrijwilligers. Naast sponsors die hun eigen producten doneren, spullen voor de organisaties of leuke gadgets voor de chauffeurs en deelnemers, zijn er ook sponsors nodig voor de financiële middelen natuurlijk. Helaas heeft de laatste groep het vorig jaar veelal af laten weten. Veel toegezegde bedragen zijn niet overgemaakt en daardoor zijn de reserves opgeraakt. Zijn er nog bedrijven of mensen die de gehandicapten een warm hart toedragen? Stoor dan een bedrag op ABN AMRO rekeningnummer 55.14.40.279 ten name van Truckersdag Spakenburg. Onder belangstelling van duizenden bezoekers vond van 13 tot en met 16 september de 20e editie van Dorpsfeest Hoogland plaats. Met een veelzijdig feestprogramma vol met shows, kinderactiviteiten, paardensport en dergelijke vierde Dorpsfeest Hoogland haar 20-jarig bestaan. De feestavonden met optredens van diverse artiesten werden zoals gewoonlijk zeer goed bezocht. Nieuw was dit jaar het zomercarnaval voor mensen met een verstandelijke beperking. Er waren spectaculaire voorstellingen, zomercarnaval, een dweilorkest en andere muzikale gasten, waaronder zelfs Anita Meijer en René Vroger. Maar ook paardensport en atletiek, schapendrijvers en monstertrucks, een kindershow en, nou ja, te veel om op te noemen. Met heerlijke eind jaren 60 muziek werden wij geweldig ontvangen door de 2 rode mannen bij de entree. Het Dorpsfeest Hoogland was dit jaar weer geweldig leuk en heel druk bezocht. Ongelooflijk hoe gedisciplineerd en netjes iedereen om 7 uur begon te vertrekken. Om 7:30 was bijna alles schoon. Wat dat betreft zijn Spakenburg en Hoogland toch wel voorbeelden. Alles gaat er gedisciplineerd toe en oude vriendschappen werden verstevigd. Aldus een inwoner van Hoogland. Het Dorpsfeest Hoogland werd mede mogelijk gemaakt door de inzet van ruim 700 vrijwilligers. In het pand werd zaterdag 15 september het boek Engel van Spakenburg gepresenteerd. Schrijver Wim Duist is hier bij ons in de studio. Wim, vanwaar de titel Engel van Spakenburg? Vanwaar de titel? Nou kijk, een engel is in
alle wereldgodsdiensten een boodschapper, iemand die met een boodschap komt. En zo'n boodschap die brengt vaak heel wat teweeg. Nou, dat is in mijn boek ook zo. Er komen verschillende personen in voor en een van hen zou je als een engel kunnen zien, want die komt met iets waardoor de hele zaak in beweging gezet wordt. Een engel is natuurlijk, dat is ook een geseculariseerd begrip. We kennen het allemaal in de betekenis van je bent een engel. Nou, ik denk dat Lulu, dat is een van de hoofdpersonages, Lutje heet ze eigenlijk. Dat is lekker Spakenburgs. Ja. Die zal voor heel veel mannen ook een engel zijn. Mengsje, ook zo'n Spakenburgse naam. Dat is iemand die tussen hemel en aarde fladdert. Eigenlijk is er niet één engel aan te wijzen in het boek, maar je kunt er als lezer je eigen engel uithalen. Maar er werd ook gezegd, het is een strijd eigenlijk met vragen over het geloof. Ja. Wat wordt daarmee bedoeld dan? Nou, het is er komen in dat boek twee gezinnen worden er beschreven. Het eerste gezin, dat is een gezin. Het speelt zich af in de jaren 60, helemaal in Spakenburg. Het eerste gezin, dat is een gereformeerd synodaal gezin met behoorlijk liberale opvattingen voor die tijd. Met name die vader en zijn vader en broers. Ze twijfelden bijvoorbeeld aan het feit of de slang wel dan niet gesproken had. Maar die moeder in dat gezin, Mengsje heet ze, die verzet zich daar heel erg tegen. Die heeft een hang naar bevindelijkheid. En dat veroorzaakt in dat gezin een enorme spanning. Een kloof misschien wel. En een enorme kloof. En dat heeft gewoon desastreuze gevolgen. Oké. Ja. Dus die geloofsstrijd, die bespreek jij in je boek. Ja. Wat is jouw relatie met het geloof, om even persoonlijk te worden? Mijn relatie met het geloof? Nou, ik ben zelf dus ook kerkelijk opgevoed. Ik geloof nog steeds. Ik ga niet zo vaak naar de kerk meer. Misschien alleen met de kerst, maar dat geloof, dat zit bij Spakenburgers in de genen. Dat gaat er niet meer uit. Nee, nou goed, dat moet voor mij duidelijk zijn dan. Maar ja. Vanwaar dan dat je die strijd beschrijft, dat je die problemen gaat beschrijven? Nou, dat komt een beetje, dat was in heel veel gezinnen in Spakenburg, was er vroeger tenminste de tijd dat ik hier woonde, waren er vaak geloofsconflicten. Binnen het gezin, alleen al met de vrijmaking in 1944, maar ook toen die scheuring binnen de vrijgemaakte kerk was. Die godsdienststrijd, dat conflict, wat ik in het boek beschrijf, dat heb ik zelf thuis ook wel meegemaakt. Ja. Maar in dat boek maak ik het natuurlijk wel allemaal veel erger. Ik doe er een schepje bovenop. Okay. Want anders dan heb je natuurlijk ook geen spannend boek. Ik zou bijna zeggen, er hoefde geen schepje bovenop, want het was heel erg, hè, in die tijd. Ja. Eerst haar man zomaar dood, wat had hij ook alweer? Een hartstilstand, zei Groot. En nog hartstikke jong, zei zijn moeder. Hoe oud, vroeg Stevenon. Eind 40, zei Groot. Dat bedoel ik, zei Treintje Meut. Eerst haar man zomaar dood en nu dit weer. Ga er maar eens aan staan. Nou, dit weer, herhaalde Stevenon. Wat is dan voor ergs aan? Van alle stelletjes hier moet minstens drie kwart trouwen als het niet meer is. En trouwens, ze zullen het best lekker gevonden hebben. Ik heb niks met ze te doen. Jij bent geboren en getogen Spakenburger, vertel eens. Klopt, ja. Ik ben geboren in de Oude Schans. Dat is op de plek waar nu het museum staat. Spakenburgse kan het niet. Ja, dat is dus ergens achteraan bij die hooiberg. En die visrokerij De Hangen, zoals dat hier heet, die waren van mijn grootvader, mijn opa, mijn groof, van mijn moeders kant, Willem Muis heette die. Naar hem ben ik ook vernoemd. En toen ik 3 jaar was, toen ben ik verhuisd naar de Mandenmakersteeg. En daar heb ik zo'n beetje gewoond tot mijn 21ste. En toen ben ik naar Utrecht verhuisd en later weer naar Gouda. En nu woon ik alweer 25 jaar in Utrecht. En wat heb jij nog met Spakenburg? Nou, wel veel. Ik vind het bijvoorbeeld, ik heb me dat vroeger nooit zo gerealiseerd, maar de laatste jaren steeds meer. Als je in Spakenburg opgroeit,
en geboren bent, dat is toch anders dan in Appingedam of weet ik waar, Alphen aan de Rijn. Spakenburg heeft een heel eigen cultuur, met een eigen klederdracht natuurlijk, met een eigen dialect, met hele bijzondere woorden. En ook met bijnamen bijvoorbeeld. Sommige bijnamen die zijn gewoon, dat zijn literaire vondsten, die zijn schitterend. Schiet er iets in je gedachten nu? Ja, bijvoorbeeld bij ons vroeger in de steeg, die steeg waar ik geboren ben, daar woonde Griet Bottom. Nou, dat vind ik gewoon een hele bijzondere naam. Griet Bottom en Hen Taten bijvoorbeeld. En Willem van de Plaathumus, dat soort namen, die gebruik ik ook in mijn boek. Niet die namen die ik net noem, maar sommige bijnamen die komen erin voor. Ja. Prachtig, dus je hebt er echt toch wel een Spakenburgs boek van gemaakt. Want er is nog even een gedachte geweest van om het niet in Spakenburg te laten spelen. Klopt, ja. Nou, toen ik het begon te schrijven, toen liet ik het zich afspelen in Kapsbrugge. Ik had dat een beetje verbasterd. Ja. Maar toen had ik het manuscript klaar en ik liet het aan mijn uitgever lezen. En die wilde het dus heel graag uitgeven. En hij zei, ja, waarom maak je er niet gewoon Spakenburg van? En dat was eigenlijk maar een kleine ingreep. Eigenlijk, kijk, die gesprekken en de locatie is al helemaal Spakenburg. Maar het is nog veel Spakenburgers geworden. De vrouwen dragen kraplappen. Of een shulk en boormouwen dus. En ze heette Groof. En Ootje. En geen Tante Trentje, maar Trentje Meut. Ja. Dus het is een door en door Spakenburgs boek. Ja, jij bent eigenlijk ook nog wel door en door Spakenburgs. Ja, vind je? In je gedachten wel. Ja, dat denk ik. Je bent Butenolletje gaan wonen. Ja. Want dat ken je ook nog wel, die term. Jazeker. Ja. Er gaat zo meteen onze marathon over, 6 oktober. Oké. Maar je bent niet echt een Butenolletje er geworden? Nee, denk het niet. Ja, misschien ook voor wel. Voor 90% wel, maar ja. Dat blijft. Ja, dat klopt. Dat blijft gewoon een hang naar Spakenburg. Ja. Je vierde boek. Klopt, ja. Hoe is het met je andere drie boeken gegaan? Mijn eerste is in 1994 uitgekomen, De Fascinatie. Dat is trouwens ook in de Bunschoter besproken. En dat is een boek dat zich ook in Spakenburg afspeelt, maar dat is niet zo Spakenburgs als dit boek. En die andere twee die zijn later verschenen. De Liefde volgens Bloem en De Ceremoniemeester. En De Ceremoniemeester, dat is min of meer geredigeerd weer. En dat heeft een nieuwe titel gekregen. Dat heet nu Zwijgend Verleden. En dat is ook opnieuw uitgegeven door de uitgever. Wat een ontzettend verschil, die titels. Ja, klopt, ja. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Weet ik eigenlijk niet. Nee? Nee. Daar heb je zelf dan niet helemaal de Nou, een titel, over. Een titel die wordt altijd bedacht in samenwerking met de uitgever. Ja. Juist. Hoe is de presentatie verlopen? Ja, geweldig. Ja? Dat was zaterdagmiddag in het pand. En was heel goed georganiseerd. Zeer grote opkomst. Ja, het duurde een paar uur. Dus eerst een programma van een uur en daarna nog een borrel. Ja, het was een geweldige presentatie. Nou, wij wensen je alle succes met je boek De Engel van Spakenburg. Ja, dankjewel. Oké. En dit was weer Spakenburg Nu. U weet het, uw nieuws is welkom bij ons. Maar ook filmpjes, foto's en dergelijke. Wij maken er dan samen met u een leuk nieuwsitem van. Bel ons 298-7171 of e-mail naar rtv@omroepspakenburg.nl. Vrijdagavond om 8 uur, de hele zaterdag doorlopend, zijn we er weer met de weekendeditie van Spakenburg Nu. Tot dan!